RVV Blijdorp. Een bijzondere dag. Het achtste team kan kampioen worden. Zesde klasse. Een ongekende prestatie. Maar dan moet er wel eerst gewonnen worden. Honderden mensen zijn opgetrommeld om hun mannen aan te moedigen en ze door deze zware strijd te slepen. Wij kregen de zeldzame kans om in de kleedkamers te kijken van dit nu al legendarische team. Dat een team heel fanatiek is en koppelt plezier aan resultaat. Dus dan is het een succes. Maar het team is voor ons heel erg belangrijk omdat we een moment hebben om bij elkaar te komen. Iedereen neemt zijn familie mee, dus zijn gezinnetje, kinderen, ouders. Nou, dat brengt dit team eigenlijk. Ja, de meeste jongens vind ik echt al langer dan 20 jaar. Ja, het voelt gewoon denk ik als ik voor een uitverkocht stadion aan het spelen ben. Gewoon alsof in de Kuip gelopen denk ik daar. Dus ik denk dat het gevoel is wat we gaan meenemen straks. We moeten wel de drie puntjes binnenhalen. Nu wil je niet uitsluiten. Nu wil je al gewoon drie punten pakken en kampioen worden. Maar de buiten is nog niet binnen, hè? De buiten is nog niet binnen. Het kan nog misgaan, hè? Het kan nog misgaan. Nog 6 minuten. Nou ja, twee doelpunten per minuut tegen. Je hebt het niet. Maar dat gaat niet gebeuren. Nou, hé! Ja. Ligt er toch een in. Dans les rêves de l'enfance, dans les lèvres que le maître a puni, dans la gare où commence la première aventure de la vie. We hebben een goede wedstrijd gespeeld. Niet een topwedstrijd, maar wel een goede wedstrijd. Iedereen heeft gespeeld. Dat is vooral het belangrijkste. Super, we hebben het gewoon geplikt. Het is echt gewoon gek, guys. We hebben het gedaan. Ja, hoe voelt dat? Dit is geweldig. De ontlading. Super. Ja, geef me dat om te krijgen. Het is geweldig. Hey, Tim, man. Genieten van het kampioenschap. Dat het harde werk heeft zich beloond, man. Hey, gefeliciteerd, man. Dankjewel.